Oké, lieve mensen van de NUK, daar zijn we nog weer een keer in de cocktailbar van Marco, Mr. Finch. En we hebben het afgelopen weken natuurlijk dat hobbygepruts van mij een beetje afgewisseld met het professionele gebeuren. En daarom nog eentje met de maestro zelf. Wat gaan we vandaag drinken? We gaan vandaag een Alice in Wonderland maken. En voor degenen die de film kennen, er is op een gegeven moment dan loopt Alice in het bos en zie je al die wiebeloogjes. We gaan dus een cocktail maken met wiebeloogjes, vandaar dat hij Alice in Wonderland heet. Ja, als je hem op hebt waarschijnlijk wiebeloogjes. Ja, ja. Nee, maar het ziet er ook echt zo uit. Het grappige is dat deze cocktail, die heb ik ooit gemaakt toen ik nog in Amsterdam werkte. En een collega van mij had die cocktail bedacht en hij heette daar anders, heette de Victoria's Secret. Ik heb hem iets aangepast en we noemen hem nu de Alice in Wonderland. Zo gaat dat in de cocktail. Ja, zo gaat dat. Weet je, maar goed, credits waar credits are due, toch? Zeker. Dus we hebben daar een heel groot wijnglas, gin tonic glas voor nodig. Dat vullen we met crushed ijs. En de truc bij ons is dat we dat altijd van tevoren doen. Waardoor als mensen aan de bar zitten, dat ze denken, hey, en je doet dan de drank erin, anders dan zit je glas meteen vol. Terwijl als we het glas later zouden vullen met ijs, dan zouden mensen zeggen van, hey, er gaat wel heel weinig drank in, het is alleen maar ijs. Dat ijs is uiteraard bedoeld voor het koelen en voor de verwatering. En daar gaat in 20 milliliter limoensap. Gelijk in het glas. Gelijk in het glas. Het is eigenlijk een stir of een swizzle eigenlijk. Dus roeren met crushed ijs. Daar gaat citroengas siroop bij. En die maken we zelf door citroengas en Asian lime leaf te koken met water en suiker. 1 tot 2 of zo? Of, ja, het is altijd een 2 op 1 bij ons. Ja. De reden waarom we... Je kan ook 1 op 1 doen. Dus 1 deel suiker, 1 deel water. De reden waarom we dat niet doen is omdat we dan meer vloeistof nodig hebben om dezelfde zoetheid te... Oké, dit waren allemaal vrij bekende ingrediënten. Nu komt er een hele bijzondere ja, fles. Ja, nu komt er een hele mooie. Dat is Otenba. Er zijn natuurlijk heel veel gins gelanceerd. Maar dit is gemaakt door Monique. En Monique die maakt Otenba. Kinda gin, kinda Geneva. Dus het zit tussen jenever en gin in. Kijk, gin is natuurlijk een afgeleide van jenever. En als je het proeft, denk je van... Maar het leuke van dit is, daar zitten heel veel Aziatische invloeden in. Het past weer goed bij die lemongrass siroop. Okay. En daar hebben we van nodig 40 milliliter. Mooi in het glaasje doen. En dus we hebben zoet, zuur, we hebben de base spirit erin. Dan komt de sidekick, of de moderator zoals ze dat noemen. Aperol. Aperol ja. Is een bittertje. Niet zo bitter als Campari. Aperol Spritz natuurlijk, hè. Kennen mensen wel, in de zomer erg populair. En het hippe ingrediënt van tegenwoordig is natuurlijk passievrucht. En in dit geval is het passievrucht puree, niet te verwarren met passievruchtsap. Dan hebben we nog wat passievruchtjes, daar doen we de pitjes ervan in. En die pitjes die vormen zometeen die oogjes, die wiebeloogjes in je glas. En dat gaat er mooi in. Dan pakken we die lepel en gaan we dat mooi roeren. En dan zie je dus allemaal oogjes in je glaasje zitten. Dan doen we er nog een heel klein beetje crushed ijs bij. Als er crushed ijs in je glas zit, dan gebruiken we meestal een rietje. Doen we daar nog een klein stukje passievrucht bij. En voor de kleur hebben we hier, want het is nu in het seizoen, bloedsinaasappel. Die zijn in de voedsel droger geweest. Leggen we die erbij met nog een klein takje mint voor de frisse geur. Altijd bij het rietje plaatsen, zodat als je dat drinkt, dan houdt je neus boven de mint. En dan sferen dat. En is je Alice in Wonderland. Met de wiebeloogjes. Ik zeg, laat die zomer of laat die lente maar komen. Dat dacht ik.